gemaakt door Giras Bloemenkas en Traiteurslager Huizing. In dit uur besteden MO Spiarts, Patrick Brinks en Maaike Kuipers aandacht aan een piratencultuur. Dit is RTV 1 Piratencafé. Luisteraars, goedenavond en welkom. Dit is RTV 1 Piratencafé. Tegenover mij zit Patrick, goedenavond. Hey, goedenavond. Hey, leuk dat je bent aangeschoven. Ja. Ja. Helemaal aan het einde van de bar deze keer. Ja, helemaal aan de andere kant van de bar. Ja. Maaike, je bent ook nog gebleven. Ik ben er ook nog steeds. Leuk man. En er zit nog iemand tegenover ons. Ja. Ja, wie is dat? Ja, wie is dat? Wie is dat? Stel jezelf even voor, zou ik zeggen. Nou, dat is makkelijk. Mijn naam is Arjan Plak en ik ben er vandaag ook bij. Gezellig, toch? Nou, welkom. Hartstikke leuk. Mooi. Hoe is het ver komen? Valt mee, nieuw buinen, dus dat is niet zo heel gek. Oh ver. Ja, inderdaad. Oeh, dat is niet zo ver, dat valt wel mee inderdaad. Nee, ik rijd vaker over Veendam heen, zeg maar. Dus, bent u wel bekend? Ja, redelijk, ja. 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 Nou, goed. Gezellig, leuk. Ja. Ja. Nou. Wie is Arjan Plak? Dat ben ik. Ja, wie is Arjan Plak? Ja, jij moet beginnen bij de geboorte. Ik ben ooit geboren, zeg maar. 18 december 1992 in het prachtige Ravaya ziekenhuis in Stadskanaal. Oh ja. Tenminste, ik weet niet of het toen prachtig was. Niet veel van meegemaakt. Maar daar geboren. Verder getogen in het Drentse Nieuwbuinen. Net over de grens natuurlijk. Zoon van, denk ik hier wel bekende etenpiraat Lucky Joe. Ja. En vrouw Dina. Een paar weken geleden is hij nog bij ons in Piratencafé geweest. Ja, daarom. Ja. Dus dat, En straks dit programma natuurlijk weer te horen. Dat ook nog weer, ja. Die komt hierna inderdaad. Dus hoi pa, leuk dat je luistert. En verder, ja, gewoon leuke jeugd gehad. Ik denk niks te klagen gehad. Basisschooltje gehad, middelbare school. Kreeg ik toch een beetje interesse in één keer in muziek. Hè? Ondanks dat ik mijn hele leven al een beetje in die wereld rondhuppel natuurlijk. Ja. Heeft het mij nooit echt getriggerd om er wat mee te gaan doen. Tot ik in de eerste klas, volgens mij was dat van de middelbare school, hoorde ik het liedje Space Oddity van David Bowie. Mm-hmm. Ik weet tot op de dag van vandaag nog steeds niet wat het was in dat nummer, maar iets in dat nummer dat triggerde mij om de gitaar te gaan pakken en gitaarles te nemen, zeg maar. Okay. Heel mooi nummer. Ik vind het heel erg mooi. Het is natuurlijk ook David's grote doorbraak geweest en het is ook gewoon een heel goed nummer, klaar. Maar ik kan nou niet zeggen dat het beste nummer is wat ik ooit gehoord heb en dat het daarom dat ik denk, oh, ik ga gitaar spelen, maar toch, ja, iets daarin heeft mij dat getriggerd van, goh, ik wil daar wel wat mee. Ja. Nou, toen heb ik tegen mijn ouders gezegd. En die hebben mij doorverwezen naar Wout van der Leij. Die zul je misschien ook wel kennen. Die man die zingt ook. En die woonde toen zo'n beetje bij mij om de hoek, zeg maar. En daar heb ik toen gitaarles van gehad. Zo'n 2 jaar, denk ik, ongeveer. Ergens tussendoor nog een keyboard erbij opgepakt. Dus voor een beetje piano-keyboardles. En toen ermee gestopt, want ja, school werd te druk. En ik kwam erachter dat internet ook wel heel veel te vertellen heeft. Als je de basis een beetje kent, kom je met internet ook wel heel ver. Ja, daar kun je ook heel veel afhalen, ja. Ja, daarom. Google is je beste vriend, hè? Ja, dat is wel zo. Want, ja, weet je, er zijn ook heel veel troepen op, hoor. Maar als je net een beetje weet waar je moet zoeken en zelf een beetje logisch nadenken, kun je best ver komen. Ja, dat klopt. En toen eigenlijk gewoon alleen maar gitaar gedaan. Tot ik, denk ik, een jaar of 14 of 15 was, gok ik. Ja, het zal zoiets zijn geweest. Toen was YouTube kwam net de wereld in, zeg maar. En toen samen met een beste vriend van me zat ik een keer op mijn slaapkamertje een beetje filmpjes te kijken. En toen kwam, ik weet niet of iemand die serie kent, Dragon Ball Z. Dat is zo'n Japanse anime serie. Zeker. En daar hadden ze zo'n, dat is als vrij populair van die anime music video's, AMV'tjes, zeg maar. Daar hadden ze dus gewoon een compilatie van die serie. Met daaronder It's My Life van Bon Jovi. En dacht ik, dat klinkt wel lekker. Dat is wel mooi. Ja. Gaan kijken van wie is Bon Jovi. En zodoende dat ik dacht, nou, maar zingen kan ook wel heel cool zijn. Nou, toen is die interesse een beetje gaan ontstaan. Nou, dan had ik mijn prachtige Sony Ericsson Walkman phone. Wat een reclame op de radio. Wow. Mijn prachtige Sony Ericsson Walkman phone van toen nog. En toen dacht ik, nou, dat klinkt best lekker in mijn hoofd. Laat ik het opnemen. Dus ik neem met dat ding heel vol goede moed wat op. En ik luister terug en ik schrik me hartstikke dood. Dat klinkt je helemaal nergens naar. Maar goed, daar is het wel een beetje begonnen. Ja. En zodoende eigenlijk het meeste mezelf aangeleerd wat dat. En van een komt de ander, dan ga je een bandje. Rol je in. Ik ben met een muziekopleiding gaan doen in Groningen. Nou, dan ontmoet je ook weer muzikanten. Nou, je gaat steeds meer zingen en doen. En uiteindelijk kom je dan op het hoogtepunt van je carrière en zit je hier. Ja. Toch? Ja, dat is hier. In Piratencafé. In Piratencafé. Nou, dat is een place to be, toch? Ja. Vind ik wel. Ja. Ja. Maar jouw genre muziek is toch wat anders dan piratenmuziek? Ja, dat is tenminste deels dan.
Ja, deels. Het heeft er wel wat mee te maken, hè? Nou, ik tegenwoordig doe wel, ja. Nou, ik ben eigenlijk alle kanten een beetje opgevlogen, hoor. In die zin, want ik zong vroeger zelf ook wel Nederlandstalig natuurlijk. Want het is ook logisch als je uit zo'n nest komt, dat je dan snel die muziek ook oppakt op feestjes en zo. Ja, maar je hebt er wel wat mee met de Nederlandstalig. Natuurlijk, zeker wel. Maar het is niet mijn ding om te zingen, weet je. Want ik ben niet gezellige feesthanger of zo. Kan ik wel zijn, maar dan ben ik niet mezelf. Weet je wel? Niet dat ik niet gezellig ben, maar het is niet mijn ding van, hey, handjes in de lucht, daar gaan we. Nee, dat is niet mijn ding. Nee, maar dan moet je dat ook niet doen. En ik ben altijd al veel meer fan geweest van het live muziek maken. Dus niet het orkestbandwerk, maar echt gewoon live instrumenten en band. Dat is mijn ding. Ja. Mm-hmm. En ik heb al een melodische hardrock band heb ik ingezeten. Daar was ik zanger van, zeg maar. En daar ben ik, dat was tot 2014. En toevallig dit jaar zijn we weer begonnen na 10 jaar. Dus dat is wel grappig. Dus dat loopt ook nog hiernaast, zeg maar. Ja. We zijn alleen nog op zoek naar een nieuwe drummer. Dus kun je toevallig heel goed drummen. Nou. Let me know. Gelijk een oproepje. Ja, precies. Heel toevallig zit hier een drummer. Toevallig. Ja, maar ik weet, hij heeft er zelf nog niet door, volgens mij. Nee, maar volgens mij is die al heel druk met een ander zeer bekend legendarisch bandje. Ik denk dat hij straks ook wel een beetje uitgedrumd is. Maar zo is het, een beetje muziek gaan draaien? Zo doen. Laten we dat doen. All I wanted was you, and I thought that your love for me was true, but now it's time to finally let you go. Your small time Broadway show is over now. About time those curtains close. Once knew, with its people and its fields.
made my childhood full and rich. Was that old worn out cabin close to the bridge? Oh, someday I'll tell my kids about that cabin near the bridge where I played with my friends every day. Yeah, my mind still lives in that cabin near the bridge where I loved every moment, where I left and I've cried. I remember that little candy store on where we begged to our parents, give us money for sweets. As I look back at the time, and while I'm singing this song, I wish I was back at my old childhood home. Oh, someday I'll tell my kids about that cabin near the bridge where I played with my friends every day. Yeah, my mind still lives in that cabin near the bridge. It's where I loved every moment, where I left and I've cried. But my hometown grew bigger, my friends and I left, and all that we loved slowly fades. You might need a paint job, there's cracks in its wall. This cabin near the bridge is still standing tall. Well, someday voor, Arjan. Ja, dat geloof ik. Het huisje bij de brug. Klopt, van Wies Café oorspronkelijk. Kan je er wat over vertellen over jouw nummer? Ja, het is allemaal onderdeel van mijn projectje Maar Dan Engels, waarin ik piratenhits van eigen bodem, dus echt van eigen bodem, vertaal in een Engelstalig countryjasje. Of zoals dat bij onze collega's van RTV Drenthe laatst heel mooi werd genoemd, Piraten Country. Oh, ja, dat is een goede naam. Ja, dus die houden er lekker in. Vind ik leuk bedacht. Nee, je liep eigenlijk al jaren rond met het idee van, goh, hoe zouden bepaalde Nederlandstalige liedjes klinken in Engels jasje? En eigenlijk begon dat ooit met Heb Je Even Voor Mij van Frans Bauer. Het meest hoenpapa liedje volgens mij wat we hebben in Nederland. Maar ja, hoe zou dat nou klinken in echt zo'n typisch Amerikaans jasje? Daar was ik wel heel nieuwsgierig naar. Maar eigenlijk, ja, dat blijft een hersenspinsel en daar doe je niet direct wat mee. En toen kwam zo'n welbekend balnootjesmerk met zo'n reclame van Frans Bauer Goes USA. En dan kreeg je zo'n hele slechte vertaling van Have You A Moment For Me. Oh ja, vreselijk, ja. Oké, zo moet het dus niet. En dacht ik, dan kan ik het nu wel doen, maar dan is het niet of ik het gejat heb van hun. En dan krijg je dat weer. Dat is een beetje een monster aan de maaltijd. Dan, zeg maar. Dus weer een tijdje stil gaan liggen. En toen kwam de grote boze zee ons land binnen. En er werd alles wat rustiger, ook met het bedrijf en zo. En dan ga je dus denken van, nou, je semi verveelt je een beetje. Muzikaal gezien ook. Toen is dat grapje ergens weer komen bovenbollen. En eigenlijk is het begonnen met een liedje van een zanger bij ons uit de buurt, uit Musselkanaal, Jeroen Stevens. Die had een liedje Pak Me Dan. En hij weet dat ik dit vind. Het is het meest verschrikkelijke nummer wat hij ooit gemaakt heeft. En hij is het helemaal mee eens. Dus ik kan het ook gewoon rustig zeggen. En ook al was het niet mee eens, had ik het nog gezegd. Want zo ben ik ook wel. Het is echt een verschrikkelijk nummer. Maar er zit wel heel veel potentie in. Dat het nummer slecht is, om het zo te zeggen. Er ligt niet zozeer aan het nummer, maar meer aan de uitvoering, arrangement, et cetera. En er zullen ongetwijfeld mensen zijn die het misschien wel mooi vinden. Oké, prima. Dat liedje is door de schrijver, producer aan meerdere artiesten gegaan. Maar het is nooit echt een hit geworden. Het is altijd een beetje een variatie op wat Jeroen heeft gedaan geweest. Maar ik hoorde er wel potentie in. Dus ik zei het tegen Robin op een avond van, oh, ik ga daar eens mee aan de slag. Weet je wel eens. Nou, ik denk een uurtje of zo. Kijk ik jou aan zoiets. Dan had ik een Engelse versie van dat liedje gemaakt.
En ik denk, die klinkt best wel lekker. Maar ik zeg tegen Robin, ik zeg, dat kan ik wel online gaan zetten. Maar ja, met alle respect, wie kent Jeroen Stevens? Weet je, als je zoiets doet, moet je even iets toegankelijks hebben. Ja. Ja. Wat meer mensen kennen. Nou, toen hebben we Jannes erbij gepakt. Ga maar weg. 5 minuten? Oh nee, ja. Hadden we omgezet in Engels. En toen volgende dag op de zaak, cameraatje aangezet, gitaar ingeprikt, microfoon voor de snuffers. In één take, walk away. Tadadada. En online gezet, zonder bijbedoeling, geen idee om singles van te maken. Het was gewoon een grapje eigenlijk. Ja. Dat is het gewoon even van, goh, hoe klinkt het als? En toen explodeerde mijn Facebook. En, toen explodeerde overal wat als YouTube. En ik had andere radiostations aan de lijn die wou de single hebben. Ik zei, maar dit is geen single, jongens. Dit is gewoon een live dingetje. En op een gegeven moment belde Martin Sterker mij. Die had natuurlijk origineel van Jannes het nummer geschreven en geproduceerd destijds. Gaan we weg. En die zei van, hartstikke leuk wat je gedaan hebt. Maar als iemand met jou op de plaat gaat zetten, dan ben ik dat. Ik zeg, hartstikke leuk, maar het is grote boze zeetijd. Heb ik geen centjes voor. Nee. Zei hij, nou, daar hebben we het ook niet over, toch? Ik zeg, nou, dan kunnen we verder praten, weet je wel. Dus nee, hij heeft mij dat toen gegund. En dat ben ik heel dankbaar voor. Samen met Jan heeft hij dit arrangement gemaakt zoals hij dus is. En nou ja, toen had ik nog een maand later ongeveer, denk ik, hadden we ineens heel onverwachts een eerste single in het project, maar dan Engels, zeg maar. En ja, die werd direct overal heel goed opgepakt bij heel veel stations. En ja, heel bijzonder hoe dat eigenlijk ging. Maar intussen tijd, voordat die single klaar was, ben ik natuurlijk wel doorgegaan. Want een ander station wou daar graag een wekelijks item van maken. Dus toen moest ik elke week in één keer. Dan moet je wel doen. Ja, precies. En dat is wat pittiger dan het lijkt, hoor. Ja. Toen is Huisje bij de Brug, is dat volgens mij de tweede geweest, inderdaad, die we daar gedaan hebben. Dus Cabin in the Bridge is dat geworden. En daarna zijn er meer geweest. Weet je, Koos Alberts, Zijn Je Ogen hebben we nog gedaan. En ook Engelbewaarder van Mieke. Nog voordat de welbekende feestversie uit was, zeg maar. Ja. Had ik al een Engelse versie. Ja. En toen, op een gegeven moment Walk Away, dat is uitgekomen. Nou, toen werd ik zelf ook heel erg ziek van onze grote boze zee. En een heel tijd uit de running geweest. En op een gegeven moment begint het toch weer te kriebelen van, nou, je voelt je wat beter, je wil wat gaan doen. Het land gaat weer een beetje open, om maar zo te zeggen. Dus je wil wat gaan doen muzikaal. En toen heb ik het weer opgepakt. En toen heb ik in onze huistuin en keuken knutselstudio, zeg ik altijd, een demootje in elkaar geflanst van wat uiteindelijk My Guardian Angel is geworden. Dus een computerdrummetje, een gitaartje, een beetje pielen. En dat gewoon als een soort van live cover weer online gezet. Ook geen intentie gehad om er een single van te maken. Nee. Mits ik die live cover online zet, komt onze grote vriend Marco Schuitmaker met zijn welbekende feestversie. Ja, zelfde dag, geen grapje. Oh. Ik denk, hoe tref je dit? Dat is toch wel dezelfde dag? Oh. Ja, ik denk, hoe tref je dit? Maar dat is wel totaal wat anders. Totaal wat anders, ja. Maar goed, weet je, ik heb zoiets van, Marco heeft er toen een single van gemaakt. En ik ken Marco ook al vanaf dat ik klein jonkie was. Yeah. Hij deelde mijn talentje achter van Panama, zeg maar. Dus zijn moeder trad vaak voor ons op. Dus dan wil ik ook niet van, ja, goh, zie mij, ik kan dit ook, weet je wel. Dus ik heb hem eerst weer offline gehad eigenlijk. En zei iedereen om me heen eigenlijk van, je bent hartstikke gek, het is compleet weer anders. Weet je, wat maakt het nou uit? Ja, nou, dus heb ik hem toch maar weer online gezet, volgens mij de dag daarna direct alweer op dezelfde dag. En toen kwam het weer, hè. Oh, man, dan krijgen we die single. Kan ik die single krijgen? Het is geen single, jongens. Dat weet ik niet. Het klinkt ook niet goed genoeg om een single te zijn. Dus toen heb ik Jan en Martin weer lief aangekeken op de digitale snelweg van, goh, zus en zo is het geval. Als ik jullie die losse sporen stuur, kunnen jullie daar misschien een mooie mix van maken? Dat het in ieder geval degelijk klinkt voor een radio. Dan heb je een soort live singeltje, dat idee. Ja, leuk. Nou, is goed, gaan we doen, zei hij. Nou, ik denk een week later ongeveer, toen moesten we daar toevallig zijn. Want we maken ook heel veel videoclips voor klanten van hun. En ik kom daar de studio in bij Jan en ik hoor een gitaartje. Ik zeg, ik heb er gewoon kippenvel van dat likje gewoon. En ik zeg, oh, dat is mooi. Ik zeg, een nieuw nummer bezig of zo. Ik zeg, ja, dat is jouw liedje. Ik zeg, hoezo mijn liedje? Ja, dat is Guardian Angel. En dat intro, dus wat je hoort, zeg maar, bij het liedje, dat ene stukje. Ik vond het gewoon zo direct pakken. Ik had niet eens door dat om mijn versie van het nummer ging natuurlijk. Nee. En ik zei, direct erin laten zo. Ik zei, ja, maar er moet nog wat. Dit. Ik zei, nee, Jan. Ik zei, dit wordt hem. Klaar. Dit is de intro. Niet meer, niet minder dit. Klaar. En dat is het ook geworden. En ja, het resultaat, wat zij er weer van gemaakt. Het enige wat voor mij als je met nog overeind staat, is het idee en de vocals. Zeg maar, de stem wat je hoort, dat heb ik gewoon zelf opgenomen. De lead en de backing vocals. En de rest hebben ze allemaal opnieuw opgebouwd eromheen. En het is gewoon, vind ik, een prachtig arrangement geworden. En echt het best gedaan om het originele nummer eer aan te doen. Ook het verhaal intact te houden. Want het originele verhaal van Mieke gaat natuurlijk ook over dat zij zelf veel bij de weg was op jonge leeftijd. En ongelukken gehad heeft, et cetera. Precies, ja. Klopt. Ja, sorry jongens. En mijn vader, die is 30 jaar lang taxichauffeur geweest.
waarvan ik denk zo'n 18 jaar alleen maar nachtdiensten gedraaid heeft. Dus als je 18 jaar lang omgekeerd leeft, dat doet wel wat met je natuurlijk. Mm-hmm. En, die heeft ook regelmatig, en niet altijd door zijn schuld, maar regelmatig natuurlijk wel situaties meegemaakt. Je denkt, van, nou, komt hij wel weer veilig thuis of niet? Ja, precies. Of tegen een boom aan, of een ander tegen hem aan. Zo, ja. Maar niet altijd jouw schuld te zijn. Nee, dat. Ja. En ook niet alleen in het verkeer, maar ook wel gewoon thuis. Hè. Hartaanvallen gehad bijvoorbeeld, dat soort dingetjes. Ik heb nog een keer als kind meegemaakt dat we even naar de apotheek gingen, medicijn hadden. En hij zakt gewoon voor mijn neus voor de auto in elkaar, och, weet je wel. Dat je denkt, zo. Nou ja, dat soort dingetjes. Dus voor mij kwam het liedje wel heel dichtbij. Ja, precies. Zo'n extra lading voor jou. Ja, dat. En ja. Ik heb dus in de videoclip heb ik hem ook heel lief aangekeken. Want we zaten te overleggen, wat gaan we doen? Hè? Je wil hem wel het verhaal goed uitbeelden. Gaan we iemand vragen om het te acteren of wat dan ook? En we hebben wat namen genoemd, maar het was het allemaal net niet. En toen zei ik tegen Roos, waarom mijn pa eigenlijk niet? Weet je wel? Ja, dat kan ook. Maar die wil dat vast niet. Nou, wel. Gelukkig. Ja, nou, te gek, man. Dus, dus de beste vriend van mijn vader, die had net een gloednieuwe auto. Die hele mooie auto die je in de clip ziet. Die mochten we lenen. Die bood dat zelf aan. Van, oh, gebruik die auto maar. Is wel mooi, weet je wel. Want ik wil eigenlijk zo'n dik Amerikaanse bak. Maar als je een ding moet huren, ben je ook 1000 euro per dag. Ja, precies. Ja. Nou, daar raak ik ook niet liggen. Dus dat hebben we maar zo gedaan. Dus daarom hebben we die mooie auto erin. En een pa, die heeft gewoon hartstikke goed gedaan. Die heeft het perfect gespeeld. Het past ook gewoon bij het hele verhaal. Mijn moeder die speelt ook nog een klein gasrolletje in. Die zie je nog als de schim van de Guardian Angels. Die je dan mijn moeder nog mooi. In de zon. En eigenlijk is het wel heel bijzonder. Want we hebben een deel van die clip is gewoon bij ons op de zaak opgenomen. Al die donkere stukken zeg maar achter mij. Het is gewoon eigenlijk kale loods. Yeah. Een stukje is daarbij de Rode Loper. Is dat knal bij die brug gedaan. Ja, precies. Je hebt zelfs in de ravijn ergens het onweer er gewoon letterlijk achter ons. En dan zie je net in de ravijn, als je goed kijkt, nog ergens zo'n bliksemschicht naar beneden. Oh, okay. Dat is niet nep, dat is gewoon puur natuur. Wow. En heel goed getimed, zeg maar. Ja. Zit achter de clip heel mooi. Het was echt een familieclip geworden. Nou ja, dat dan. Ja, precies. En op een gegeven moment, we moesten eigenlijk alleen die shots nog doen van het Guardian Angel stukje. Het hemelse stukje noem ik dat maar even dan. En op een gegeven moment, we kwamen terug van het werk en ik kijk zo op een gegeven moment naar rechts. Die zon die valt zo mooi. Dit moet het gewoon zijn nu. Dus ik denk, pa, magenbel. Ik zeg, zal je dat doen? Helemaal niks. Ik zeg, mooi, kleren aan, ik kom eraan. Ik ga mee. En letterlijk, als je dat stukje ziet in het tweede couplet, dan zie je dus een shot met allemaal bloemen. Er zijn een paar daar middenin met zo'n zonlicht erachter en zo. En dat is gewoon letterlijk bij ons in de hoek in een bloemperkje van misschien een meter bij een meter. Maar het lijkt een gigantisch veld. Het lijkt heel wat, ja. Prachtig. Omdat je weet hoe je dat een beetje in beeld brengt natuurlijk. Precies. En, en daar hebben we eigenlijk dat stuk gedaan. Het was gewoon net als het zo moest zijn. En nou, het liedje is uitgekomen. En toen ging het helemaal als een gekkenhuis. We werden op heel veel plekken opgepakt en zo. Maar ja, goed. Tegelijkertijd heb je natuurlijk Marco's een feestversie. Dus dat, aan de ene kant helpt het elkaar, aan de andere kant wringt het elkaar. Ja. Beide deden het in het begin redelijk. En op een gegeven moment toen, omdat Marco natuurlijk heel ingestuurd heeft op TikTok-promotie, weet ik veel wat destijds, is er enorm gaan schieten. En dat snap ik ook wel. Een gezellige feestversie is natuurlijk veel makkelijker te verkopen dan zeker een, een balladversie. En het is een tijdje, stilgeleven niet zeggen, wat rustig gedaan. Tot denk ik begin vorig jaar. Toen heb ik mezelf voor mij ook een keer gewoon op TikTok gezet. Want ik had helemaal geen TikTok. Ik heb nog niks met TikTok. Maar toen heb ik mezelf maar even op TikTok gezet. En toen ging hij weer als een speer. Dat zelfs Q Music en alles hem draaide, zeg zo, maar. En sindsdien komt hij elke keer komt hij gewoon weer bovendrijven, zeg maar. Het is ook veruit het best bekeken en beluisterde nummer. We hebben eind vorig jaar nog bij RTV Drenthe, bij Jammin, hebben we nog live gespeeld. Daar is die video daarvan is de volgende dag nog weer uitgezonden op Nederland 1. Bij WNL. Oh. Zat nog weer. Vlak daarvoor hebben we nog bij RTV Noord gestaan. Bij Café Martini. En daar is ons optreden van dat liedje ook. Is tot nu toe nog steeds de best bekeken video op dat hele kanaal van hun. Okay. Volgens mij heb ik dat ook op Facebook voorbij zien komen. Ja, inderdaad. Volgens mij staat het nu laatst keer op 260.000 weergaven, dacht ik. En op de tweede plaats staat TikTok Tammel met 36.000. Dat is nogal een groot verschil. Nou, echt wel. En overweldigend positieve reacties. Dus daar ben ik heel dankbaar voor en heel blij mee natuurlijk ook. Super, En er zijn altijd een handjevol mensen die vinden het niks. Nou, maar prima, dat mag. Nee, dat mag. Ik vind ook wel eens iets niks. Dus natuurlijk. Ieder zijn eigen smaak ook, hè? Ja, en het mooiste compliment is eigenlijk gewoon dat, tenminste vind ik, is dat Mieke zelf het heeft bestempeld de mooiste versie die ze ooit gehoord heeft van nummer. Dat is te gek. Oh, dat is echt awesome. Ja, ze heeft zelf gereageerd op YouTube onder de clip. En toevallig, eerder dit jaar waren we vakantie rond augustus. Hè, waren we in Oostenrijk. Nee, Oostenrijk ligt in Zwarte Woud, sorry. Vorig jaar in Oostenrijk, dit jaar in Zwarte Woud. En de avond dat we aankwamen, had ik nog één radio-interview ergens met een lokaal station. En die hadden voor mij aan Mieke. Dus wij zaten even te luisteren. En toen vertelde ze zo van, nou, straks met Arjan Platner een gesprek. Oh, wat leuk is die bij jullie. Je bent helemaal enthousiast en zo. Ja, ik vind het echt de allermooiste versie die ik ooit van het liedje heb gehoord. Nou, te gek, man. Dat is geweldig. Superleuk. Ja. Nou, mooi. Nou, en
Een grote compliment kun je eigenlijk niet krijgen, nee, zeg maar. Nee, dus, nee. Ik vind het wel leuk dat het hele verhaal wat je dan net vertelde over die videoclip. De eerstvolgende keer dat ik hem kijk, dan ga ik er natuurlijk heel anders naar kijken. Ja, dat snap ik. Ik vind het wel mooi. Meer opletten en denk je van, oh, dat is dat bloemenperkje. Ja, precies. Elke clip zijn eigen verhaal. Weet je. Als je naar Walk Away bijvoorbeeld kijkt, even heel sumier. Maar daar heb ik geprobeerd om iedereen die voor mij op dat moment belangrijk was in dat nummer erin te zetten, zeg maar. Dus dat is Martin Sterker loopt zelf mee als een cameo. Ja. Er komt een gegeven moment een auto aanrijden waar Jan de Vriezen iemand oppikt, weet je wel. Gewoon van die kleine rolletjes, vind ik dan leuk. Ja, precies. En knipogen daarmee naar het origineel ook. In Cabin in the Bridge, in die clip, dan heb je achter mij een bordje hangen van Wies Café. Maar dan café met een F, want haar eigen naam schrijft met een V, maar dit dan met een F. Als in, we zitten in Wies Café. Ja, en die is dan opgericht in 1937, dacht ik uit mijn hoofd. Dus ze was ook echt café-eigenaar, hè? Ja, daarom. Ja, daarom. Ja. Dus dat was het hele idee ook. En daaromheen zie je dan drie blauwe korenbloemen als referentie naar Janneke de Rode, die ook nog succes gehad heeft met het nummer, zeg maar. Dus dan heb je toch een knipoog naar waar het vandaan komt. Ja, precies. Weet je, want je zult mij nooit horen zeggen, dit is mijn liedje, mijn dit. Nee, dit is mijn versie van hun nummer. Precies. Ja, precies. Dat vind ik wel een heel belangrijk verschil. Ja, dus ik ga nooit zeggen, dit zijn mijn singles, mijn dit. Nee, natuurlijk, ja, het is naakjes mijn single, maar het is wel mijn versie. Het is jouw versie, precies. Ik ga nooit claimen dat ik het bedacht heb of zo. Nee, ik heb gewoon hun verhaal gepakt, wat zij ooit hebben gezongen en bedacht, en dat in een ander jasje op een andere manier verteld. Ja. Heel mooi. We komen straks even bij je terug, Arjan. Helemaal goed. We gaan even een stukje muziek draaien. Nou, volgens mij hebben we hetzelfde idee als mij. Ja. Ah, wat zullen we eens doen? We gaan My Guardian Angel niet gewoon doen. Daar hebben we het toch net over gehad, dus ik heb er mooi achteraan, dacht ik. Gaan we doen. Infinite white lights, trees in a blur. My mind is hazy, can't be disturbed. Driving in my car makes me feel free. In it is my life, got nowhere to be. Without a drop of doubt in my mind, ignoring some red lights, I know what I find. The flashing of headlights, the engine it runs, the echo repeats, don't have too much fun. Now I know I've heard that it's guardian angels.
is this the love that's true? Well, tell me. Als de zon laaiend heet, op het veld staat te branden, sjokt de speelman langs het pad door de hei. Hij heeft dorst en is moe, maar het dorp en de herberg worden groter, hij komt naderbij. Op het plein staat een pomp, maar de speelman haat water en hij kijkt bij de kroeg door een ruit. En ze juichen en joelen, het feest kan beginnen. Eerst een pint en dan pakt hij zijn luid. Diedeldaai, diedeldom, en men danst laarzen bonken bij de rokken die zwieren. De kroegbaas is dronken. Diedeldaai, diedeldom, gouden bier, witte kragen, rode wijn, rode wangen, diedeldom. Diedeldaai, diedeldom, en men danst laarzen bonken bij de rokken die zwieren. De kroegbaas is dronken. Diedeldaai, witte kragen, rode wijn, rode wangen, diedeldom. En de speelman, hij speelt als nooit in zijn leven. Af en toe gaat zijn hoed in het rond. En de munten doen mee en ze rinkelen en tinkelen. De kroegbaas ligt zat op de grond. Diedeldaai, diedeldom, en men danst laarzen bonken bij de rokken die zwieren. De kroegbaas is dronken. Diedeldaai, diedeldom, gouden bier, witte kragen, rode wijn, rode wangen, diedeldom. Laai, laai, laai. Kraven, rode wijn, rode wangen, diedeldom.
diedeldij, diedeldom. En men danst klaar zijn bonken bij de rokken die zwieren. De kroegbaan. Een pleintje van het sneeuwbaltrio met Speelman. Ja, en volgens mij hebben we daar nog een verhaaltje bij dit nummer wat we net hebben gehoord. Want? Tromgeroffel. Afgelopen vrijdag kwam mijn Engelse versie uit van ditzelfde liedje. Nou, vertel. Hoe kwam je daar zo bij? Hoe kwam je daar zo bij? Nou, vorig jaar in augustus ergens was het volgens mij, had ik een optreden bij een andere radiozender. En dat ging toen over Cabin near the Bridge en Guardian Angel destijds nog. En toen kwam de DJ en zei op een gegeven moment, weet je wat ik nog zo'n leuk piratenplaatje vind? De Speelman van het Sneeuwbaltrio. Ik denk, daar heb jij heel groot gelijk in. Ja. Dat is echt een heel leuk piratenplaatje. En helemaal heel dom. Want ik ken Jan Brongers bijvoorbeeld ook al 150 jaar of zo, denk ik. Want hij zat altijd bij dezelfde lokale oproep. Waar we nu ook weer te gast zijn, zeg maar. Is hij helemaal zo oud, jongens? Sorry. Jij hebt de dinosaurus nog meegemaakt. Ja, dat zeker. Nee, maar... en dat is wel heel stom, weet je. Zo dicht bij huis, dan denk je er niet aan. En René Steenberg was dat, die DJ die mij erop attendeerde. En direct in de auto terug zat ik met Jan de Vriezer in de auto en direct een liedje aangezet. Want Jan die zei, welke is dat dan? Ik zei, die en die. Oh ja, die ken ik wel. Ja. Nou, dan zaten we al van, dit kunnen we, dat kunnen we, zus kunnen we, zo kunnen we, weet je wel. Dus ik heb de eerste demo, ik heb toevallig laatst gekeken, de eerste demo die ik in elkaar gesleuteld heb, die heb ik in oktober vorig jaar dus al naar Jan en Martin toegestuurd van, kijk, dit wil ik ongeveer gaan doen, zeg maar. En nu een jaar later heeft hij ook eindelijk dus het daglicht gezien. Een heel projectje dus. Een heel projectje, ja. Ja. Dat, weet je, we hebben natuurlijk I've Got These Feelings tussendoor gedaan. De Engelse versie van Corrie Konings. Ik krijg een heel apart gevoel van binnen. Ja. En die heeft het ook hartstikke leuk gedaan. Nou, ik bedoel, Corrie Konings die heeft me zelfs nog opgebeld de dag van release om complimenten te maken. En ook gezegd de mooiste versie die ik ooit van hem gehoord heb. Fantastisch. Ze zei, ik krijg wel vaker covertjes binnen van mijn eigen liedjes. En denk altijd van, ja, waarom moet dat nou, weet je wel. Maar dit vind ik echt helemaal geweldig, zeg ze. En ze heeft me meerdere keren op haar social media gedeeld. Dus ja... Ik zeg een beetje hetzelfde als Mieke, maar een grote compliment kun je eigenlijk gewoon niet krijgen. Nee, als de originele artiest ziet dat je niet probeert te scoren over hun rug, maar juist probeert het laat zien wat hun nummer nog meer kan doen. Ja. Als ze het dan ook zelf delen, dan zegt dat ook wel wat. Dat zegt echt wel wat. Ja. Dus hey, maar je wil denk ik ook geen boze Corrie Konings aan de lijn krijgen. Nee, dat denk ik lijkt mij niet te. Ik krijg hier wel een apart gevoel van midden. Als je wil ik zeggen, zij belde mij. Dus ik weet je, op de dag van release zit ik vaak de hele dag met mijn bek op de telefoon. Zo van, nou, wat gebeurt er allemaal een beetje, hè? Ja. Ik ben natuurlijk, kom uit de reclamewereld, dus een beetje statistiekjes mee altijd in geïnteresseerd. En ik was even naar het toilet, even wat waterlozen. En vervolgens kom ik terug, 3 gemiste oproepen van Corrie Konings. Ik denk, ja hoor, natuurlijk. Dus, maar ze had een voicemail ingesproken. Dus ik denk, nou, laat ik die eerst maar eens luisteren om te kijken wat voor toon hebben we. Dus, nou, ik denk, die voicemail aan en zegt ze, hallo Arjan, met Corrie Konings. Ja, ik wilde graag even gezellig met je bellen. Ik denk, oh, dat durf ik wel terug te bellen. Ja. Dat heb ik wel teruggebeld. En ik heb dik een halve minuut aan de telefoon gehangen of zo. En ze had inmiddels ook alle andere liedjes hem geluisterd wat ik had gedaan en zo. En ze vond het echt helemaal geweldig. En ze heeft hem al meerdere keren sindsdien dus ook gedeeld op haar social media. Ja, en ook haar fans vinden ze weer mooi. En via haar komen ook weer, nou ja, mensen zoals producer Eddie Owens bijvoorbeeld. Die heeft me daar alweer mede gevonden. Dat is ook weer de man achter Teach-In, een grote hit van vroeger, zeg maar, onder andere. En die heeft zelf ook nog een grote hit gehad. Teach-In van Dingen Doen is dat, toch? Ja, 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 precies. En Songfestival. Ja, klopt. Ja, ja, klopt. Dus dat zijn wel leuke namen, zeg maar, die jou dan ineens zien natuurlijk. Mm-hmm. En dat betekent niet gelijk wat, hè, maar... het zijn wel allemaal deurtjes die toch weer om een kiertje gaan. En wie weet wat het in de toekomst weer doet natuurlijk. Ja. Ja. Dat is sowieso. Nou ja, goed, na dat liedje, dan moet je naar de volgende toe. En toen heb ik tegen Jan en Marten gezegd, ik zeg, je kunt me allemaal... van alles wat beweert, maar nu gaan we Sneeuwbaltrio doen. Ja, inderdaad. Nou moet het ook gebeuren. Nu gaan we de Speelman doen. Nou, en toen hebben we die demo weer opgepakt. En het resultaat is Keep Playing. Gewoon een lekkere country rock plaat. Met, vind ik, een hele leuke inslag. Want het originele nummer dat gaat over een speelman, hè, een artiest... die over de hei loopt ergens in Gasselte, heb ik me laten vertellen... door Koos dat het Gasselte was, toch? De hei? Kijk even naar Sneeuwbal Jan hier. Ja. Want die is hier natuurlijk ook voor de kijkers. Ja, van de live aan de bar, ja. Ja, precies. Die live hapjes gaan leeg te eten samen met mij. Ja, heerlijk. Nee, maar... nou ben ik me even vooral kwijt. Waar was ik nou gebleven? Oh ja, die ging over de café, de hei inderdaad. En het is warm en heeft dorst. Dus hij gaat naar een café in de buurt, gaat liedjes zingen. Nou, iedereen lekker aan de zuip. Holladidi, holladio. Maar Arjan Plat is niet zo'n alcoholist, zeg maar. Ik drink praktisch niet. Ik heb er ook niks tegen, maar ik heb er ook niks mee, zeg maar. Mm-hmm. Dus dat past niet echt bij mij om een liedje over gezellig een bier te gaan zingen, zeg maar. Dus ik heb de tekst van een ander oogpunt benaderd. Het is hetzelfde verhaal, alleen nu vanuit het oogpunt van diezelfde speelman.
Met een klein modern twistje eraan. Want als artiest zijnde, dat weten, ja, misschien ga ik nu wat illusies doorbreken voor sommige mensen. Maar zo leuk is dat niet altijd. We doen altijd alsof het allemaal heel geweldig is en leuk is. En of we zoveel succes hebben. Iedereen vindt ons geweldig. Nee. Trust me, elke artiest die dat vertelt is dikke bullshit. Tuurlijk. Dus het gebeurt vaak genoeg dat je dan voor een hele zaal publiek staat en geen hond zich interesseert voor wat je aan het doen bent. Nee. En dan kun je nog zo goed zijn, nog zo leuk zijn. Maar 9 van 10 mensen komt alleen maar voor de hoofdact. En je kunt bijvoorbeeld Mega Verstijn staan en dan zijn je het voorprogramma hartstikke leuk. Maar al die mensen daar, die komen toch voor Jannes, die komen toch voor de Jan Smitjes. Dat, dat soort namen. Ja. En dan is het wel de kunst om toch te presteren, hè? Tuurlijk. Ja. En daar is ook niks mis mee, hè? Begrijp me niet verkeerd. Nee, dus bedoelt het ook niet denigreren naar artiesten toe, laat ik dat even voorop stellen. Nee, precies. Maar dat is de realiteit. Mm-hmm. En artiesten, dat hoort ook een beetje bij het artiestenbestaan. Je moet een beetje larger than life zijn lijken. Want mensen willen tegen opkijken, hè? Tegen die wereld. Dus er zijn zoveel artiesten die huren naar zo'n dikke auto. Hè? Voor, ik ken artiesten die rijden gewoon in een Fiat Panda overdag. En die gaan altijd eens in een dikke Mercedes. Dus ik neem al die vandaan. Ja. Die huren dan een pak voor een dag om daar even niks op poten te staan. Maar die hebben geen nagel om de kont te kram. Is allemaal niet erg. Maar dat hoort bij dat bestaan. Hè? Dat is dat die uitstraling die je dan een beetje meegeeft. Ja, het moet wat lijken. Ja, dat moet wat lijken. Nou, en ik ben eigenlijk gewoon Arjan Plat. Ik kom uit Bunemons, zoals dat is een mooi zeggen. Ja, what you see is what you get. Als je het leuk vindt of niet. Ja. Ik ben geen rijke stinker. Ik ruik gewoon in de Toyota Aygo van Robin. Niet eens in mijn auto. Oh ja. Rooien toch? Ja, zeker. Knal hoor. Dus what you see is what you get, weet je wel. En ik vond het juist leuk om dus met dit liedje een beetje een sarcastische knipoog te maken naar zowel het artiestenbestaan als het fenomeen de Dutch Disease. Uh-huh. Voor degene die dat niet kent, dat zo noemen we de meeste internationale acts, het Nederlandse publiek. Want je ziet altijd die mooie filmpjes van Amerikaanse bands, waar het publiek wel helemaal uit zijn dak gaat. En als je dan diezelfde optreden in Nederland ziet, dat iedereen handjes over elkaar. Ja, klopt. Ja. Met de rug naar het podium. Ja. Oh, wat heb jij gisteren gedaan? En er zit geen hol meer op het podium. Ga jij eens bier halen? Ja. Nee, ja, Nederlanders zijn saai publiek. Nee, ja, dat is zeker. En daar zijn we allemaal ook zelf wel een beetje schuldig aan natuurlijk. We doen het allemaal ook. Maar, dat is ook zo. Dat is wel hoe het is. Dus het is een beetje een knipoog naar dat. Dat je als artiest zijn op het podium staat. Geen hond weet wie jij bent. Wat je aan het zingen bent. Maar hey, la, dat ken ik. La. Dat zing ik lekker mee. Mm-hmm. En dan doe ik lekker mee. De handjes in de lucht en gaan. En jij bent weg. En de volgende gaat door. En ze hebben jou niet gemist. Weet je wel. Nee, dat zijn ze heel erg vergeten. Ja, misschien heel twee mensen die je wel onthouden hebben. Dat is leuk. Maar de rest... Dat is toch ook wel knap. Omdat toch, als je dat dan al weet. Dat je dan toch doorgaat. Dat je denkt, ja, maar ik doe het ook voor mezelf. Ja. En dat is ook dat de kunst. Dan weet je daarom ook de slotzin van het refrein. I keep playing anyway. Daarom, want ik vind het gewoon leuk. Weet precies, je? Ik heb ook een stukje tekst erin zitten van... I know that no one's really here for me. Dus ik weet dat hier niemand voor mij is. But it doesn't bother me. Dus het boeit me geen zaken. Mm-hmm. Because tonight I'm on fire. Hè? Vanavond heb ik er zin in. Ja, precies. Dit podium is waar ik thuis hoor. Dat idee, zeg maar. Je doet een het niet voor de scene. Je doet het niet voor de fame. Je doet het gewoon lekker voor jezelf. Precies. Nou, zo moet je het ook uit, volgens mij. Dus nee, voor de clip heb ik dan ook een hele mooie, dure Link & Co. auto. Gesponsord door mijn liefstallige zus. Die kan hem wel betalen, ik niet. Dat komt wel. Wie weet. Maar een hele mooie auto heb ik van haar mogen lenen, zeg maar. En daar hebben we de shots mee in het begin gedaan. Nou, daar kom je aan bij de rentmeester in Valtemond. Een prachtige, prachtige theaterboerderij waar je echt even een keertje heen moet als je de tijd hebt, trouwens. Daar mochten we een zaal gebruik maken. Stel wel met band te spelen voor een paar man. Hè, dus geen volle zaal, want dat zou natuurlijk niet passen in het liedje. Een paar man, enthousiaste mensen die straalbezopen zijn. En die vinden het allemaal leuk. En ze klappen wat. En aan het eind, maar dat ga je dan niet... Ja, oké, de clip is natuurlijk al uit. Iedereen weet het ook wel. Nou, als je de clip nog niet gezien hebt, oortjes dicht. En dan gewoon eens die clip kijken. Maar aan het eind, dan heb je de Heren Sneeuwbal Trio themselves. Want die werken bij... ben ik heel blij mee. Die werken volledig mee aan deze productie en videoclip. Ja, dat is toch fantastisch. Heerlijk. Ja, daar ben ik heel dankbaar voor. Absoluut. Ja. En die zitten aan het eind dus heel mooi sarcastisch ook zo. Heel sloom. Te klappen zo. Lekker droog. Leuk gedaan hoor. Volgende. Mooi doen, Jan. Ja, dat was een ideetje van Jan de Vriezen. Die zei van, dan moet je zoiets doen. Aan het eind met hun, weet je wel. En ik had dus mijn twijfels over. Maar toen we daar aan het filmen waren. En toen zei ik nog tegen hun van, ik weet niet of het erin komt. Maar het is een ideetje, gaan gewoon proberen. Maar ik denk, ja, dit moet gewoon. Hoe droog ze erbij zijn met z'n drie lekker. Want het lijkt allemaal leuk. Maar het was gewoon in de woonkamer van Dick. Met een greenscreen erachter. Want Dick die moest onder een mes voor een hartoperatie. Ja. Dus die ze konden op de opnamedag zelf er niet bij zijn. Dus we hebben een paar dagen ervoor zijn bij hun langs geweest. En hebben we dat nog even gefilmd. En dan zitten ze daar gewoon met z'n drieën op een stoeltje met de greenscreen. Als je de behind the scenes ziet, dat ziet er belachelijk uit eigenlijk. Ja, ik ken het wel, de greenscreen. Ja, dat is de magie van video. En dan gaan we doen. Ja. En dan zitten we daar. Oh, ja hoor. Ja, ja leuk man. Prachtig. Dus ik ben er hartstikke blij mee dat ze mee wilden werken. Dus Ja, super. Ja.
Nou, dat is wel een goede tip ook voor de luisteraars. Na de uitzending even de clip bekijken op YouTube. Zeker, YouTube staat hier weer aan schijnen. arjanplat.nl/keepplaying. Dus K-E-E-P-P-L-A, Griekse I-N-G. Gewoon aan elkaar, kleine letters. Ja, zeker. Gewoon lekker in Engels blijf spelen, weet je wel zo. Ja. Dan vind je het wel, anders gewoon arjanplat.nl. Ook wel op Facebook, denk ik. Ja, Facebook, Instagram, TikTok, staat hier ook, staat hier ook inmiddels op. Dus... We gaan nog YouTube. Google mijn naam, je vindt me wel. Zo makkelijk is het daar. Ja. En als je een orthopedisch chirurg vindt van Jeroen Bos ziekenhuis, dat ben ik niet. Maar die heet toevallig ook Arjan Plat. Maar over het algemeen sla ik hem er wel uit op Google. Ja, en als iedereen toch bezig is met Arjan Plat te volgen op de socials, denk dan ook natuurlijk eventjes aan ons. De socials van het Piratencafé. Wij zijn ook nog steeds bezig met TikTok, Instagram en Facebook. Dus dat ook nog even graag. Zeker een aanrader. We gaan je plaatje even draaien, Arjan. Hartstikke leuk. I've got one hand on the wheel and in the back my old six string. Yeah, we both been around for a while. The night's no longer deadly quiet, 'cause people start cheering as I start to play my first song. And though they don't know a word, the crowd starts jumping and they're all trying hard to sing along. La 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 la. Dankjewel. Prachtig. Ja. Echt wel. Echt leuk. Heel mooi. Echt mooi. Ja, top. Hij deed hem luisteren. Wat vindt Jan ervan? Ja. Ja, want Jan heeft natuurlijk nog niks gezegd. Die zit hier stiekem. Dames en heren, Jan Brongers van het Sneeuwbal Trio. Hey. 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 Oh ja. Wat vindt Jan ervan? Wat een vraag. Nou ja, wat je ervan vindt, maar voordat je antwoord geeft, als je het niet mooi vindt, moet je niet eerlijk zijn. Ja, dan moet ik zeggen, net mooier. Ja. Nee, gewoon goudgroen eerlijk. Wat vind je ervan? Ik vind het sowieso mooier. Dank je wel. Ja, eerlijk weer. Dank je wel. Dat is sowieso. Maar ik denk dat Jans ook niet mee gaat. Maar je kan je nummers ook, hè? Dus ik weet wat er zit. Dank je wel. Nou, weer een mooi groot compliment, ja, hoor. Ja, toch? Nee, wat ik zei, ik ben echt heel, heel dankbaar en blij dat Jan, Koos en Dick wilden meewerken aan de clip. Ook gezien de gezonde situatie van Dick op dat moment. Ja, ben ik gewoon heel dankbaar voor en blij dat ik dat gewoon mag zeggen van goh, ik heb met Sneeuwbal Trio een clip gespeeld. Ja, inderdaad. Ja, daar ben ik echt heel blij mee. Een heel fijne, vrolijke.
We gaan nog verder met een bijzonder plaatje, denk ik, voor de tijd van het jaar. Ja, buiten uitzending hebben we het erover gehad. Zullen we eens even een kerstnummer gaan draaien voor jou? Want er is nog eentje. Ja, dat klopt. Ja, want anders heb je alles alweer gehad. Hè. We hebben vorig jaar, heb ik samen met de Partners in Crime, dat zijn Jan de Vries en Noah Sipma en ik, bekend onder de naam Arjan Plat en de Partners in Crime. Lekker egocentrisch over mij, maar het is een beetje zo gegroeid, zeg maar. We hadden toen optreden bij Jammen van RTV Drenthe. En toen moesten we een naam hebben. En dat is er gewoon opgeplakt een keer. En dat is een beetje blijven plakken, zeg maar. Dus maar toen moesten we optreden in het Artiestenfestival. Ook een programma van onder andere RTV 1, zeg maar. En het werd mij gevraagd van... Goh, kun je met z'n drieën komen? En kun je dan niet een leuk kerstliedje doen? Ze hebben wat aan. Ach, iets van Let It Snow of Driving Home for Christmas, weet je wel zo. Ja, dat kan. Maar ja, dat jeukt mij dan. Want dan denk ik, ja, dat past niet echt bij ons concept. Dus 9 december, Google erbij gepakt, gezocht, wat hebben we allemaal qua kerstliedjes uit het Nederlands? En toen kwamen we op een paar leuke liedjes uit en uiteindelijk kwamen we terecht op Ring, Ring, Ring van Vader Abraham. Dat is een liedje dat heel veel mensen wel vaag een beetje kennen, maar niet direct als eerste naar boven komt, denk ik. Zo nog een keer uitgebracht door Jacob en Sylvia. Ja, klopt, ja. Ja. En hij kent zijn klassiekers. Ja. Nee, dat liedje hebben we gepakt. Ik heb in een half uur tijd denk ik de tekst omgezet toen. De volgende dag heb ik los van elkaar met Jan en Noah gerepeteerd. Niet tegelijk, want dat kwam agenda technisch niet uit. Was dat die volgende dag? Nee, dat lieg ik. 8 december geschreven. 9 december de repetitie, dat was het. En 10 december live, dus zonder enige gezamenlijke repetitie op televisie. Daar gaan we. Ja. En het ging wonder boven wonder nog goed ook. Dus die sporen daarvan hebben wij de multitrack opname, zeg maar, naar Martin Sterker gestuurd. Van goh, we vonden het toch wel leuk. Kun je die mix een beetje zo maken dat het als leuke live single kan? Nou ja, een beetje leuk maken is bij Martin Sterker direct. We gaan er vol gas op en we maken er een productie van. Ja. Dus Jan en Martin hebben op een vrije dag met z'n tweetjes in de studio zitten knutselen om dat allemaal goed te krijgen, zeg maar. En toen hadden we, moesten een clipje erbij natuurlijk. Dus toen hebben we 13 december volgens mij de clip geschoten. Klopt dat? Ja, 13 december de clip geschoten. En 14 december hebben we single uitgebracht. Dan hadden we heel last minute en heel onverwachts een kerstsingle. Nou, geweldig toch? Ja, dus dat was wel heel grappig. En dat liedje heeft het toen best wel leuk gedaan. Natuurlijk te weinig omdat het te laat uitkwam. Maar vooral na de kerst heeft hij het leuk gedaan op Spotify. Ik denk dat hij 4.000-5.000 keer na de kerst nog gestreamd is. Oh. Ik denk, leuke januari. Maar goed, het kan. Deze kerst weer even kijken hoe het gaat. Ja, precies. We hebben nou bij de single, zeg maar, van Keep Playing. Als je die dus bestelt via mijn website arjanplat.nl. Sluikreclame. Even zo'n grote piep erin. Ja. Nee, dan kun je voor €5 kun je die single bestellen. Dus het kost geen rol natuurlijk. En dan staat Santa's Back in Town, zoals de kerstsingle. Die staat er gewoon bij op. Dat is namelijk het voordeel. Als je denkt van, goh, ik koop hem nu. Heb je wat een nieuwe single? Dan kun je bij de feestdagen zet je gewoon nog een keer op, maar draai je dus die andere. En dan in januari ga je weer naar die vorige terug. Nou, ideaal. Ja, dat is een soort van All Seasons banden, maar dan als een single. Ja, precies. All Seasons single, nou. Ja. Nou goed, dan denk ik dat we dat plaatje even gaan draaien. Ja, ik probeerde net even je website even op te schrijven, maar ik was een beetje te langzaam. Hoe was dat ook alweer? Arjanplat.nl, dus A-R-J-A-N. Geen Arjen, geen Arjon, geen Arjen. Arjan. Arjan dus. Plat, PLAT.nl. Kijk, nou, ik heb het nog genoteerd. Maar hij wil niet weten of wij mensen met naam Arjen of Arjon of weet ik wat. Ja. Volgens mij zit de tijd er verder wel al wel eens. Ja, dat klopt inderdaad. Maar hoe leuk zal het zijn dat Arjan even aankondigt dat zijn vader straks... Want vaderliefde komt na jullie sinds jaar en dag, zeg maar. Dat is leuk. Krijg nog even een al tussendoor, maar... dat kunnen mensen ook even naar de wc of zo terugkomen. Ja, precies. Moet ik dat dan nu gaan doen? Is dit het moment? Is dit mijn moment? Dit is het. Mag ik je een tip geven? Je mag mij een tip geven. Ik begin met luisteraars en amateurs. Luisteraars en amateurs, ik ben weer verbonden met het Piratencafé hier live op RTV1. Vergeet vooral niet om even te volgen op Instagram, TikTok en Facebook. Zeg ik dat goed? Ja, dat dacht ik. Want dan blijf je op de hoogte van alle leuke nieuwtjes rondom dit programma. En als je denkt van, goh, mijn avond is nog niet leuk genoeg, dan wordt hij alleen nog maar leuker. Want over enkele minuten na het enorm saaie blokje journaal wat hier naar achteraan komt, krijg je natuurlijk de crème de la crème van de Nederlandse muziekwereld op de radio. The one, the only... Lucky Joe, oftewel mijn lieve papi. Hoppatee. Arjan Plat, mag ik jou bedanken? Mag ik jullie ook bedanken? Graag gedaan. Hey. Goed, tot volgende week, luisteraars. Tot volgende week. Hoi. If you see him up in the sky, there is no more reason to cry. Kids are cheering high when he flies by. It's the world's most favorite guy. You might
in open. En weet je, we gaan nog zitten en aan tafel, Jan en ik. En ik zeg tegen Jan, dit was een liedje, we hebben niks gehoord. Ik zeg, dit is het voorschema. En Jan, die pingelt zo dat intro spontaan weg. Ik denk, niks meer aan doen. Klaar, er is hem. Mag ik even tussendoor, hè, Jan? Ach, kijk nou. Namens Gerard Bloemenkas. Ach, wat leuk, dankjewel. Een bloemetje gesponsord voor de artiesten. Dus dat is voor jou. Ben ik hartstikke blij mee, dankjewel. Jij ook bedankt. Slecht moet ik dit, hoor. Nee, hè? Nee, is niet verkeerd. Dat ging al mooi gedaan. Doe ze hartstikke goed. Ja. If you were naughty, be sure that he knows.